Nu, vandaag, in de uitzending van Omroep Walraven. Op 7 juli maakten wij aan Omroep Walraven een uitzending over de schatten van Herpen. Een project wat samenwerking is tussen het kinderkoor De Vlierenfluiters en het studieorkest. En om te kijken wat dat nou was eigenlijk, die schatten van Herpen, hadden wij een interview met Kees van Vliet. Een schat kan van alles betekenen. Ja, maar ja, wij zijn op zoek naar de schat van Herpen. Wij ook. Nou, wat is dat dan? De schat is iets heel geheimzinnigs. Ik zou zeggen, kom luisteren en kijken, dan weet je ook wat de schat is. Nou, we weten niet eens wanneer, dus als jij dan ons vast kunt verklappen wanneer en hoe laat. 9 oktober, zaterdag 9 oktober om 7 uur 's avonds in het slotje. Kan ik zomaar binnenkomen wandelen of moet ik nog kaartjes hebben? Van tevoren graag een kaartje kopen bij Ad van de Oeven. De kosten zijn heel laag gehouden. 3 euro voor een kaartje. En dan heb je volgens mij een leuke avond om te horen en te zien waar de schatten van Herpen zijn en wat het precies inhoudt. Maar nee, het werd ons niet zo helder wat die schatten van Herpen dan wel waren. En vandaag in deze uitzending gaan we proberen uit te vinden voor u wat dat dan is, die schatten van Herpen. Zou die schat iets te maken hebben met de kerk, Sint-Sebastianus? Of was het misschien toch iets met Herpenduin? Of had het toch meer te maken met water, met de Maas en met Erfdijk? Of was het Allard van Herpenplein? Had het iets met die Allard van Herpen te maken? We gaan op zoek naar de schatten van Herpen. En ik dacht, laat ik maar eens beginnen op straat. Wie weet, weten de mensen wel wat de schatten van Herpen zijn? Mag ik u even wat vragen? Ja, zeker. Wij zijn van de Omroep Walraven en we zijn op zoek naar schatten in Herpen. Schatten? Ja. Oei jee. Heb je enig idee waar ik ze kan vinden? Ja, op de Erfdijk misschien wel. En dat is een hele goede suggestie. Heeft u gehoord dat wij de schatten van Herpen, dat binnenkort een musical is die gespeeld wordt hier in het slotje? Heb ik nog niks van gehoord. Nog niks van gehoord? Nee. Nou, wij zijn op zoek naar die schatten. Dus u denkt dat die op de Erfdijk is? Dat denk ik, ja. Dat denk ik wel. Heel fijn, dankjewel. Wij gaan verder zoeken. Oké. Okay. Dag. Ja, moet ik toch eens even zo nadenken. Wat is een schat voor u hier in het dorp? Nou, dat het gewoon een hartstikke mooi dorp is. Ik zou het niet weten. Heeft u niet het idee van wat er een schat zou kunnen zijn in Herpen? Nee, ik Geen zou idee. Het niet weten. We hadden ook interviews met kinderen. Om te vragen aan hun, wat is dat eigenlijk? Schatten van Herpen. Bram zit in het studieorkest en hem gaan we even vragen. Bram, wat is een schat? Dat weet ik niet echt. Zou jij kunnen zeggen waar de schatten van Herpen over gaan dan? Jullie stuk wat je nou gaat doen. Dat weet ik ook niet. Lieve help, het wordt wel moeilijk deze keer hè, waar de schatten van Herpen over gaan. Dankjewel Bram. Jij zegt dat je het weet. Vertel eens. Nee, ik weet het niet, dat zegt zij. Ja, maar wat is een schat? Waardevol. Iets wat waardevol is. En wat moeten we dan voor een grote schat zoeken in Herpen? Ja, dat weet ik niet. Je hebt geen idee. Nou, ik ga maar weer verder, want niemand schijnt het te weten hier. Nou, het lijkt nog niet zo makkelijk te zijn om uit te vinden waar we de schat van Herpen moeten vinden. En dan ga ik nu maar eens even kinderen van het kinderkoor vragen. Weten jullie wat een schat is? Nee. Weet jij wat een schat is? Ja, er zit allemaal geld in. En soms is je been verliefd op iemand en dat is dan ook je schat. En als je dan nou zegt van de schat van Herpen, wat is dat dan? Nou, dat gaat over Tess en Stan, maar de rest mag ik niet vertellen. Over wie gaat het, zeg je? Over Tess en Stan. Over Tess en Stan? Ja. Dan moeten we dus in het dorp op zoek naar een Tess en Stan? Nee, we gaan op zoek naar een lezen brief, hebben ze op zolder gevonden. En dan gaan ze die schat zoeken. En dan komen ze in een kelder terecht. En daaronder zit nog een kelder. En dan ontdekken ze daar de schat. En die schat ligt in Herpen? En als wij hem nou even gaan zoeken voor die Tess en Stan? Dat kan. Zou dat kunnen? Ja. Nee, want ze hebben hem al eerder gevonden. Aha, ze hebben hem al gevonden. We zijn alweer wat verder. Dank jullie wel.
Ja, de repetitie is al bijna begonnen, maar ik kan het niet laten. Wat een schat. Ja, iets waar kostbare dingen in zitten. Ja, en wat is dat dan, die schatten van Herpen? Wij willen gewoon weten waar het over gaat. Kan je ons niet stiekem iets verklappen? Ik weet het zelf ook niet. Ik weet het zelf niet. En hier zit nog een jonge dame achter de drum. Weet jij misschien waar de schatten van Herpen over gaan? Nee. Goh, dat was maar ingewikkeld. Ook een interview met de bedenkster en de maakster van deze productie, Renske de Klein. Jullie willen het weten. Maar de vorige keer had ik al verklapt, er zitten eigenlijk 3 typen schatten in. En 3 typen schatten? Ja, het is een beetje een 3-dubbele titel. Eén, de eerste variant, zeg maar, past in een kistje met ongeveer deze omvang. De tweede type schatten zijn veel waard. En de derde type schatten zijn mensen. Nou, ik weet niet wat u betreft, maar mij is het allemaal nog niet helemaal duidelijk. Het gaat over zoiets als een schat die 2 kinderen vinden. En het zit in een doosje. Het zit, wat zei je nog meer? Doosje. En er zijn schatten die veel waard zijn. En er zijn schatten die veel waard zijn. Nou, wanneer gaat het gebeuren? Nog een keer. Het gaat gebeuren op zaterdag 9 oktober om 7 uur hier in het slotje. En ik heb me laten vertellen dat de kaartverkoop erg goed loopt. Dus mensen die van plan zijn om te komen kijken, zou ik willen vragen niet te lang te wachten met hun kaartjes. Dankjewel. Beste kijkers, dit is niet de laatste uitzending over schatten van Herpen. Want wij zullen erbij zijn als die schat gevonden gaat worden. En dat zenden we ook nog een keer in een speciale uitzending uit. Dus blijven kijken naar de schatten van Herpen.